FC Groningen de laatste tijd in de grootste vorm. Laatste 9 wedstrijden ongeslagen midweeks nog. Een ronde verder in de beker. De 3-1 uitzege bij Willem II. Dit is Duarte en hij gaat schieten. Redding is van Kelvin Raatsy. Keeper ook van Jong Oranje. Die kan natuurlijk wel wat. En Duarte hoopt in het gevlei te komen van de bondscoach van Kaapverdië. Om mee te gaan naar de Afrika Cup. Ook hij de laatste tijd de grootste vorm. Maken van een aantal prachtige goals. Groningen is veruit de betere ploeg. Mag je ook wel verwachten. Stand op de ranglijst. Groningen 9, Jong Utrecht 17. Weer een schot van Duarte. En zo komt hij, de middenvelder, steeds dichterbij. Hij vormt een koppeltje met Pelu Pessi. Valente, balbezit. Hij de linker middenvelder. Meta, bal voor. En de volgende kans is voor Van Bergen. En zo krijgen de Groningers de kansen aan 1. Kan Jong Utrecht eigenlijk alleen maar hopen dat er geen bal binnenvalt. Eerder dit seizoen overigens won Jong Utrecht met 1-0 van Groningen. Dat was zeer verrassend. Dit is weer Duarte. Weer een schot. Weer net niet. Maar het zal toch wel een keer goed gaan vallen. Maar ondertussen zijn we al 20 minuten in deze wedstrijd bezig. Dit is Merten. Hij linksback. Omdat Wouter Prins de vaste linksback de laatste tijd geblesseerd is. En weer een kans deze voor Postema. Hij scoorde midweeks nog in Tilburg. Net als Duarte en Valente. In de beker. Vorige speelronde wel gelijk gespeeld. Groningen, dat viel dan enigszins tegen. 1-1 tegen MVV. Weer Duarte, weer een schot. En weer naast. En zo lijkt het hem maar niet te lukken om de openingstreffer op zijn naam te krijgen. Bakuna, hij speelt vandaag rechtsback. Maar in een wedstrijd als deze speelt hij meer rechtsbuiten dan rechtsback. Dit is een volgend schot van Pelu Pessi, de compaan op het middenveld dus van Duarte. En Jong Utrecht aanvallend, hoegenaamd nauwelijks te zien. En als we al een keer proberen in voorwaartse richting te komen, wordt de bal ingeleverd en is de kans weer levensgroot van Bergen. Het is onwaarschijnlijk dat Groningen nog niet met 1-0 voorstaat. Duarte. En deze kopbal gaat dan naast. Rente. De rechter centrale verdediger. Bakuna. En dan is de schotverhouding in deze wedstrijd inmiddels een stuk of 10-0. Bakuna moet dan even terug. Duarte. Buitenkantje rechts. En dan wordt er zwak ingegrepen door Peersman. En dan is ineens Jong Utrecht weg met Akkerman. En helemaal vrij Jesse van der Haar. Het is ongelooflijk, maar waar. Na al die kansen voor Groningen komt Jong Utrecht op een 1-0 voorsprong. Eigenlijk de eerste keer dat ze een beetje fatsoenlijk over de middenlijn komen. En de goal is van der Haar, zijn derde van dit seizoen. En dan moet Groningen ineens in de achtervolging. Dat zijn ze ja, wel gewend de laatste tijd. Weten ze ook. En daar is Lukin, de trainer van Groningen, zeer trots op. Bij tegenslag weet Groningen over het algemeen redelijk goed terug te komen. Dit is weer een kans, een volgende kans wederom. Als in het begin van het seizoen dan helemaal volledig van de leg zouden zijn. Bijvoorbeeld een thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch die met 3-0 werd verloren. Maar nu krijgen ze het beter voor elkaar om de rug te rechten. Schreuders hier met een kans. En dan zitten we. Inmiddels in de tweede helft hoekschop voor Groningen. En dit is een bekend beeld. Dit gaat ook maar door. De kansenregen voor FC Groningen. Deze keer Valente. En dan zijn we bijna een uur onderweg. Nog steeds die voorsprong. Peersman is net gewisseld bij Groningen. Door Peersman linksback is komen spelen. Bakker kwam voor Merten. Door Bakker centraal gespeeld. Peersman aan de linkerkant. En zijn eerste actie is deze. En een stevige overtreding van Wessel Kooi krijgt daar geel voor. Duarte achter de bal voor deze vrije trap. Schiet hij hard in. En die valt bij de tweede paal binnen. En met heel veel spelers van Groningen in de 5 meter. Heb je toch het idee dat hij probeert een ploeggenoot te vinden? Maar Duarte is wel een man van mooie goals. Dus het zou zomaar eens kunnen dat dit een bewustie was van Duarte. Hij die dus in de eerste helft zoveel kansen kreeg, zoveel schoten van afstand, dat lukte allemaal niet. De 1-1 is daar sterker nog, de 2-1 ook. Romano Postema met de treffer. Zijn vijfde van dit seizoen. Verdekschot langs Raatsy.
En dan staat het 2-1. Is inmiddels Mees Rijks hier met nummer 19 in de ploeg gekomen. Rijks was de maker van de enige treffer in de Galgenwaard eerder dit seizoen. Rijks daar naartoe. De wedstrijd dus die door Jong Utrecht werd gewonnen. Weer Rijks vanuit de draai. En vlak voorlangs het doel van Hidde Julius. Nog een kwartier te gaan was dit bijna de 2-2. Dan Raatsie. Doorjager is van Postema. Raatsie kapt hem uit. En schuift dan zomaar de bal in de voeten van de speler van Groningen. En dan is er gevlacht voor buitenspel. En dat moet dan zijn voor hinderlijk buitenspel voor Postema. Want de man die de goal maakt, stond alles behalve buitenspel. Maar ja, dat wordt niet toegekend. De zegen is er niet minder om. Weer een overwinning voor Dick Lukkien en zijn mannen. Groningen wint met 2-1 van Jong Utrecht.